Ik vind het dus fantastisch dat in Brussel, in de Muntschouwburg, dit werk terug op het programma gezet wordt. Dat is een pracht van werk, dat is subliem gecomponeerd. En eigenlijk is dat echt hoogstaande muziek. Bij de muziek van Mortenmans wordt er gebruik gemaakt van het leitmotief. En dat is eigenlijk bij Wagner ontstaan. Ook de kleur van het orkest, het dramatisch karakter, de zee. Vliegende Hollander is niet ver weg, maar de zee, in de zee schuilt ook het gevaar. En dat zien de meesten niet of geloven er niet in. En dan gebeuren natuurlijk die dramatische dingen die in Kinderen der Zee gebeuren. Waarbij de familie de Mariens hun eerstgeboren kind nooit zullen omarmen en de vrouw als weduwe achterlaten. Ik hoop dat de uitvoering van de Kinderen der Zee nu in Brussel dat een beetje oren en ogen gaat openen van heel veel mensen. Het zou mooi zijn, moet dat een soort start zijn om onze eigen muziek ook een belangrijke plaats te geven.